Hallo allemaal, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Lucas, a.k.a. Lumio. En het is vandaag weer de 28ste. We zijn net in Duitsland geweest en nu gaan we hier ook nog even vuurwerk shoppen in Nederland. We zijn hier nu in Hardenberg bij de tuinmeubelenzaak. Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Vlaggenmars staat daar zo. En volgens de website zouden ze hier aardig wat vuurwerk hebben. En ook de hardste Nederlandse knallers en allerlei verschillende soorten knallers. Dus daarom gaan we binnen even kijken. Het was ongeveer op de route naar huis toe. Dus daarom heb ik deze zaak uitgekozen om hier te gaan kijken. En laten we maar naar binnen gaan. Het is niet echt druk, er staan bijna geen auto's. Maar ik denk dat dat komt omdat het zo'n... Het is nu volgens mij 5:30. En dat is niet echt een drukke tijd. Ik hoop wel dat ze alles nog hebben, want het kan natuurlijk al wel uitverkocht zijn. 5:30 s'avonds trouwens, dat moet ik ook wel even bijzeggen. Maar ik ga weer switchen naar de GoPro en laten we dan gewoon naar binnen toe gaan. Let's go! Oké, hier is Vlaggenmars tuinmeubelenzaak in Hardenberg. Als allereerste moet ik wel even zeggen dat die zaak een stuk groter is dan ik had verwacht. Maar laten we maar naar binnen toe gaan, want we kunnen zien hoe groot het echt is van binnen. Het geluid hier op achtergrond is trouwens van die luchtdingen. Maar let's go! Nou, daar hebben we Laura even. Oké, gelukkig zijn er niet zoveel mensen. Het is lekker rustig hier. Maar laten we even kijken wat ze hier allemaal hebben. Ik heb trouwens wel een lijstje wat ik wil hebben. Maar toch zal ik het even laten zien. Cakes hier zo. Het is verdeeld over allerlei tafels. Een 500.000 klapper. Best wel groot als je dit zo ziet. Ze hebben hier ook heel veel Zena-vuurwerk, maar ik heb er specifiek voor gekozen om geen Zena-vuurwerk te nemen. Omdat we natuurlijk ook al in België zijn geweest. Dan is het assortiment hier in Nederland natuurlijk wel anders, maar toch. Oké, dit is wat er op het lijstje staat voor in Nederland. Maar ik heb al het een en ander gezien wat ik misschien dan toch niet wil hebben. Omdat ik het niet zo heel groot vind als ik het hier zie. Dus er gaat nog het een en ander veranderen. Oké, zo hebben we hier de Triple Thunder King. Eerst was ik van plan die te nemen, maar nu heb ik besloten dat we het toch maar niet doen. Ik had hem wat groter en beter verwacht. Dus dan vind ik het zonde van mijn geld om die ook te kopen. Oké, verder de Epic Shock Thunder Kings. Was ik van plan er 50 of 100 voor te nemen. Maar ik ga nog even kiezen wat ik ga doen. Oké, we hebben nu besloten wat we gaan nemen, dus we gaan nu naar de kassa toe om te bestellen en tot zo bij de auto. Let's go. Oké, we zijn nu weer uit de winkel en hier hebben we het allemaal.
En ja, ze hadden niet alles meer, dat is wel jammer, maar we hebben ook wel vervangende producten en we hebben uiteindelijk wel ongeveer wat we wilden hebben. Ja, ik heb mijn lijstje er even bij om even bij te houden wat we allemaal wel hebben. De Dynamite, 5 stuks, die hebben we gehaald voor 2 euro. Ik ben benieuwd wat ze doen, maar het schijnt een van de hardste Nederlandse knallers te zijn. Verder hebben we de Epic Thunder King, die was er niet meer. Ik zal deze er even afhalen. Maar we hebben nu de Thunder King Jumbo Box genomen. Was wel iets duurder. Dan hadden we 80 stuks voor 17 euro ongeveer. En bij de Epic Thunder King zouden we 100 stuks voor 20 euro hebben. Dus klopt wel ongeveer. En als ze even goed zijn, dan ben ik ook wel tevreden mee zo. Maar is het ook wel mooi. De scheidlijster, die wilden we ook 2 keer hebben. Ja, het klinkt heel raar wat het is, maar zoek maar op internet. Scheidlijster Leslie, dan snap je waarom ik het wou hebben. Die hadden ze niet meer, daar wou ik er 2 stuks van hebben. De Reaper, daar wou ik er 60 stuks van hebben. Dus hier heb ik 5 doosjes van 12 stuks. Het schijnt ook een van de hardste knallers van Nederland te zijn. Dan hebben we niet de kanonslagen en astronauten. Dat vind ik wel heel jammer. Ik wou er eigenlijk ook 2 pakken van 100 stuks van hebben. Dus dat is wel heel jammer. Maar ja, dan hebben we dit jaar maar geen rotjes. We hebben genoeg ander soort knalvuurwerk. Verder nog 4 ratelbanden van 90 stuks. Van Mad Dog. Dus dat is ook wel een goed merk. Dat is ook wel mooi. En dan als laatste nog de Mega Corsar. Dat is deze. Het schijnen ook keiharde knallers uit Nederland te zijn. 10 stuks voor 2,50. Nou, ik ben benieuwd wat het allemaal doet. Ik weet het ook niet precies. Ik merk wel hieromheen dat het nu al drukker wordt. Omdat het dan na 6 is. Dus het is mooi dat we op tijd zijn gegaan. Maar we gaan dit nu allemaal in de kofferbak gooien. En dan gaan we naar huis toe rijden. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Als jullie dit nou een leuke video vonden. Vergeet dan even niet dat duimpje omhoog te doen. Deel het met iedereen. Laat in de comments weten wat je wilt weten. En hopelijk tot de volgende video. Dit is Lulio. Later.